Onze provincie kent prachtige streekproducten en culinaire ambachten. In de keuken van Zeeland ga ik op zoek naar het verhaal achter deze culinaire parels. En vandaag is dat het verhaal achter zout. Zeeuwser kan het niet. Ik sta hier aan de oever van de Oosterschelde en we gaan het vandaag over zout hebben. Kees Visser, wat ga jij maken vandaag? We gaan vandaag Zeeuwse kokkels maken, ja. Met een dressing met wat komkommer, wortel en daarbij maken we een crème van twee verschillende soorten Zeeuwse zouten. Nou, ik ben benieuwd hoe dat gaat smaken met die verse kokkels. Als jij een bordje klaarmaakt, dan ga ik ondertussen naar Christiaan in de zoutziederij om te kijken hoe daar het zout gewonnen wordt. Tot zo. Tot zo. Hey Christiaan, wat ben je hier aan het doen? Hier zijn we zoutwater op aan het pompen. Ja? Ja. Voor? Nou ja, om Zeeuws zout mee te maken. Ik kwam erachter dat Zeeland in rond 1500 een van de grootste zoutproducenten was van West-Europa. Ja. En ik vond het heel mooi om dat oude ambacht terug te brengen in onze provincie. Nou, dat is precies het doel van de Keuken van Zeeland, om die oude ambachten onder de aandacht te brengen. Ja. En ik wil natuurlijk heel graag zien hoe jij dat zout uit dat water wint. Nou, want dat is natuurlijk de sleutel tot het succes. Ja, zeker. Nou, de mannen die staan klaar om het water op te gaan pompen. Nou, welkom in de zoutziederij. Zoals je ziet hebben de mannen net, Henk en Wim, hebben net het water opgepompt uit de Oosterschelde. Ja, klopt. Dat komt hier achter in die vaten terecht. Oh, ja. En we hebben hier ongeveer 9000 liter zeewater op voorraad. En wat je daarachter ziet is eigenlijk een hele filterinstallatie. En daar filteren we tot 1 micron, dat is 1/10 van je haar, om een beetje beeld bij te schetsen. Ja. Filteren we zeg maar de mogelijke viezigheid eruit, waaronder microplastics. Nou, vervolgens hebben we daarachter ook een hele warmte terugwininstallatie. Dus we proberen zoveel mogelijk energie te besparen. Ja. En we proberen ook zoveel mogelijk circulair te werken. Want een deel van onze demiwater, wat we over hebben als we het water indampen, gaat bijvoorbeeld naar de glazenwasser in Zierikzee. En die wast daar de ramen mee. Waar is het zout dan? Nou, loop maar met me mee bij de zoutpannen. Oké, okay. Ik volg je. Nou, dit is eigenlijk dit zijn zeg maar de zoutpannen in allerlei verschillende stadia. Ja. Dus nou, deze zijn nog heel lang aan het verdampen. Deze geeft zout. En dit is wel leuk om te laten zien. Kijk, hier zie je zeg maar dat er zich calcium vormt. Dit is het calcium wat wij eruit scheppen. En je kunt het ook proeven. Ja. Calcium smaakt heel bitter. Ja. Nou, en zout is van nature een smaak. Vies, hè? Ja. Zout is van nature een smaakversterker. Ja. Doordat we dat eruit halen, krijgt ons zout die mooie, volle, ronde smaak. Oké. Okay. Nou, goed. En dan kunnen we daar bij de zoutpannen zout gaan oogsten, zoals wij dat noemen. Dat gaan we doen. Kijk, mag ook zoutje voor doen. Je pakt een goede schep zout. Ja. Dat doe je in de zeef. En dan was je het even heel kort in het water. Ja. Ook leuk om te zien. Niet te lang. Nee, niet te lang. En je ziet dan ook direct dat het zout zeg maar van kleur verschilt. Nou, en dan gooi je het in het bakje. Nou, ik ga dat dus even doen. Even proberen. Mooie schep. Ja, mooie schep. Je ziet ook mooi die kristallen naar voren komen. Ja, vroeger was zout echt een betaalmiddel, hè? Ja. En daar kan ik me nu beter iets meer voorstellen dan als wanneer het in een zoutvaatje zit. Ja, zeker. Het is echt iets, hè, als het zo is, mooi die kristallen. Ja. Een keer goed naar beneden en dan, ja, en nu goed schudden. En daar is al minder over in de zee dan dat erin ging, hè? Ja, maar ja, dat is niet erg. Daarom heeft ons zout ook een mooie witte kleur. Nou, nu gooi je het in de zoutbak. En nu gaat het zo in die potjes? Nee, nu gaat het eerst nog in de droogovens. Ja. En dan gaat het in de potjes. Oké, okay. En heb je dan ook verschillende soorten zout? Ja, naast zeekrooshout en zout met wakame hebben we ook nog gerookt zout. Oké, okay. En gewoon zout natuurlijk. En gewoon zout. Okay.
Ik ben heel benieuwd wat Kees nou gekookt heeft met dat zout van jou. En welk zout hij dan gebruikt heeft. Zullen we gaan kijken? Ik ben heel benieuwd. En proeven. Kees, wij zijn klaar voor je gerecht. Ik ben heel benieuwd. Nou, en ik ben natuurlijk ook heel benieuwd of je dat zout terug kunt proeven. Nou, wat we net hebben gezien. Ik ben ook benieuwd, Margot. Ja, zeker. Ja. Wow, wat ziet dat er mooi uit. Geweldig. Die kokkels. Lekker, Kees. Dankjewel. Wat heb je gemaakt? Christian, alsjeblieft. Dank je. Ik heb voor jullie gemaakt Zeeuwse kokkeltjes. Met daarbij een dressing van wortel, extra virgin olijfolie, komkommer. Zeeuwse zouten met gefermenteerde knoflook. En daarbij hebben we een crème gemaakt van twee verschillende soorten zeezout. Naturel zeezout en het gerookte zeezout. Nou, dankjewel. Ik ben heel erg benieuwd. Geniet ervan. Wij gaan lekker eens proeven of we het zout terug kunnen proeven. Ik hoop dat de smaak zoals het eruit ziet. Ik hoop het ook. Dank je. Mocht je dit gerecht nou thuis willen maken, kijk op onze website voor alle ingrediënten en extra tips van Kees. Laat ons zien wat jij zelf hebt gemaakt van je gerecht, want ik ben heel erg benieuwd naar de foto's. Dan zie ik jou volgende week weer bij de Keuken van Zeeland. Nou, smakelijk. Lekker hoor, heerlijk. Ja, is lekker? Nou, dat kan niet anders toch, met al deze ingrediënten. Lekker een mooie zilte smaak. Ja. Zalig. Ja.